Hartelijk welkom op dit tweedaagse dagvegen symposium. Acht natuurgebieden van Natuurmonumenten en Stand Bosbeheer. En dit project wordt eind dit jaar afgerond. En wij zijn heel tevreden met de resultaten. Een petgat graven kan iedereen, denk ik. Ik bedoel, sloten liggen genoeg in Nederland. Daar zijn we ontzettend goed in zelfs. Maar om binnen een natuurgebied dat zo neer te leggen dat er ook daadwerkelijk zicht is op resultaat. En als resultaat jonge verlandingen die waardevol zijn en die zich misschien wel kunnen ontwikkelen naar trilveen. En voordat ze trilveen zijn ook wel prachtig worden. Dan moet je even nadenken over je gebied en je systeem. Ook in de dieren was net zoals in andere laaggebieden eigenlijk alleen de kooibossen. Dat was eigenlijk het enige bos. En de inschatting is dat er eigenlijk wel minder dan 150 hectare was. Ja, dat is nu wel sterk toegenomen en dat is relatief recent gebeurd. Een langlopend programma waar ook een continue geldstroom aan is gekoppeld, waar heel veel mankracht in zit. Ruimte voor de rivier, dat is een heel succesvol programma geweest, waar ook echt nieuwe ruimtelijke kwaliteit is toegevoegd in Nederland. De ruimte voor het veen, dat zou dat ook kunnen zijn. Het gaat naar omstandigheden en dan bedoel ik de jaren 60 weer wat beter met het leven. Dan heb je niet de referentie van de 19e eeuw. En hoera, er is ook weer een nieuwe dood in het veen, namelijk nieuwe veenvorming. Wat een karakteristiek is van een echt veen dat groeit. Mijn naam is Bing Jap, projectleider Stadsbosbeheer van het project New Life Dutch Fence, dat we samen met Natuurmonumenten uitvoeren. De afgelopen jaren zijn er nogal wat veranderingen geweest in deze gebieden. We hebben gegraven, we hebben geplacht, we hebben herstelmaatregelen getroffen in het waterbeheer. En we hebben er ook veel van geleerd, vooral ook in de samenwerking. Belangrijkste resultaten zijn eigenlijk gehaald dat de kwaliteit verbeterd is, dat de uitgangssituatie voor het laagveen verbeterd is. De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is dat we denken dat je dit soort maatregelen in deze systemen wel periodiek moet herhalen. Wat is de toekomst? De toekomst van het laagveen is volgens mij wel rooskleurig, want het is een type landschap wat een enorm herstelvermogen heeft. Mijn naam is Tim Hogenbos, ik ben boswachter in West-Utrecht. Hier achter mij zie je de Westbroekse Zodde, dat is Utrecht-Noord. En dan iets verderop heb je de Utrechtse Heuvelrug. Met een uitloper hier, laten we zeggen, een kilometer, 1500 meter verderop. En hier achter mij ziet u het laagveenherstel, wat de afgelopen 3 jaar een grootschalig project is geweest. Dus 30 centimeter grond is er afgeplacht. En we waren vandaag eventjes de resultaten aan het bekijken. Nou, er zijn al heel veel bijzondere flora te zien. We hebben ook al leuke vogels gezien, zoals de kleine steltloper. De kraanvogels hebben we dan vandaag niet gezien, maar een paar weken geleden wel. Dus heel tof. En eigenlijk is de hoop dat in de toekomst dat een prachtig mooi blauw grasland wordt. Ik ben Hanne Tersmette en boswachter in het Naardenmeer. En we staan nu natuurlijk ook in het Naardenmeer. Aan die kant vind je de spoorlijn. Wel bekend voor het Naardenmeer, ligt er dwars doorheen. En het Grote Meer, mooie waterplas waarin in de rietkragen de purperijgers broeden. En waar we nu staan, daar hebben we afgelopen winter een live project uitgevoerd. 8 hectare hebben we afgegraven. Je ziet hier om me heen ook nog allerlei bos staan. Nou, zo zag het er hier van de winter ook nog uit. Dus het was best wel even schokkend dat alles eraf was.
Maar als ik nu kijk, dan staat er alweer allemaal heel jong riet komt erop. De watersnippen laat zich hier zien, de grote zilverreigers. Ik heb ook heel wat kieviet hier gezien. Dat is best wel een interessante soort voor dit stukje. De kikkers die zijn aan het kwaken. En je ziet eigenlijk dat die natuur zich dus heel erg snel herstelt. En dat we hier dus, nou ja, ik hoop zo snel mogelijk een prachtig Veemos rietland hebben staan. Waar soorten zoals de roerdomp, allerlei rietvogels, purperreiger. Maar ook bijvoorbeeld de ringslang zich heel erg thuis gaat voelen. Het feit dat je landbouw hebt, het karakteristieke Nederlandse veenweidelandschap met koeien, melk en kaas die daar vanaf komt. Betekent ontwatering. En ontwatering betekent bodemdaling. En dat betekent dat je uiteindelijk in de echte veenweidegebieden, en dan heb ik het over veengebieden waar geen kleilagen tussen liggen, raak je dat veen kwijt als je gaat ontwateren. Ja, dan heb je met die veenweidelandschap in Nederland wel een bijzonder pareltje te pakken. Die inderdaad internationaal gezien inderdaad heel erg bovenop komt te liggen op het stapeltje van waar voor een landschap in Nederland. Juist Nederland kenmerkt zich heel erg door die verbondenheid van natuur en cultuur, zeg maar. En ook die waterrijkheid, dat is natuurlijk wat heel erg kenmerkend is voor Nederland. Ja, en bij uitstek die veenweidelandschappen, die zijn dan heel waardevol. Je hebt pijlers natte teelten nodig, je hebt ver vooruitzichten nodig van hoe zal dit gebied er in de toekomst uit. Ik bedoel, wij gaan ook berekeningen maken van nou, wat gebeurt er over 100 jaar als je zo doorgaat? Waar vinden de opbarst in de plaats? Waar moet je dingen doen? En die ook mededelen, want op dit moment zijn ze nog niet bedreigend. Maar je wilt samen met het gebied, met alle overheden, moet je daar een oplossing zoeken. Maar een ook belangrijke vraag vind ik, als je bezig gaat met die pijlen, wat zijn andere maatschappelijke doelen die kunnen meekoppelen? Dus je kunt zeggen, oké, de trigger is minder CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld landschappelijke kwaliteit, bijvoorbeeld biodiversiteit. Hè? Ik denk wel dat het verder het belangrijkste is dat het groen blijft. Dus dat de grond niet bloot wordt en zwart komt als het te nat is geweest. Want dan zal de bodemdaling dubbel zo hard gaan. Dus daar, het moet vooral wel groen blijven. Dus of het nou natuur is of dat het grasland is, als het maar groen is. Ja. Er is de afgelopen jaren echt heel veel veranderd in het veenweidelandschap van Nederland. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het contrast tussen de landbouwgebieden en de natuurgebieden is groter geworden. Want in de landbouw is de schaalvergroting en de ontwatering doorgegaan met ook zichtbare effecten in het landschap. Terwijl in de natuurgebieden we ernaar gestreefd hebben om traditionele veenweidelandschappen en veenlandschappen te behouden en te herstellen. Daar hebben we ook een heel aantal herstelprojecten, LIFE, New Life for Dutch Fans en andere LIFE projecten uitgevoerd. Wat leidt tot het terugbrengen van zowel de landschappelijke karakteristieken als de bijbehorende biodiversiteit in veenweidegebieden of in veengebieden, maar dan binnen de natuurreservaten. Ja, als we proberen om typisch Nederlands veenlandschap met bijbehorende biodiversiteit te behouden, dan kom je allerlei uitdagingen tegen. Eentje is natuurlijk de stikstofproblematiek, waarbij we eigenlijk een overbemesting hebben van onze natuurgebieden. Ontwatering is een groot probleem, waardoor het veen veraardt en oxideert. De oprukkende invasieve exoten die spelen ons parten. En je ziet ook dat we in de herstelprojecten die we uitvoeren al dit soort uitdagingen proberen aan te gaan en het hoofd te bieden. Ja, als ik probeer na te denken, te fantaseren over hoe het Nederlandse veenlandschap er over, 30, 40, 50 jaar uitziet, dan weet ik één ding zeker, het zal anders zijn. Het klimaat verandert, we moeten de ontwatering van het veen en de oxidatie van het veen tegengaan, dus we moeten vernatten, zowel in de landbouwgebieden als in de natuurgebieden. En dat zal betekenen dat het landschap ook verandert. We zullen andere teelten zien. We zullen wellicht ook andere planten en diersoorten zien verschijnen in de natuurgebieden op veen. Om het helemaal precies te voorspellen is lastig. Maar ik voorspel ook over 50 jaar nog steeds hele mooie, dynamische, levende veengebieden. Met agrarische bedrijvigheid, met recreatie, met topnatuur. Maar dan net anders dan we nu gewend zijn.